Ja, beste mensen, hartelijk welkom namens de Antroposofische Vereniging. Mijn naam is Pim Blommaert, bestuurslid van de Antroposofische Vereniging en ik mag u welkom heten bij deze nieuwe reeks van webinars die we op donderdagavond houden, niet elke week, maar wel elke maand. En af en toe komt er iets tussendoor en als u de website bijhoudt, zult u dat ook kunnen zien. Ja, in het bijzonder ook welkom aan onze spreker, Christoph Wiegert. Voor velen van jullie een bekende, neem ik aan. Hoewel hij al heel veel jaren minder in Nederland is en veel meer over de wereld gaat, als spreker en ook als auteur en docent. Want vele jaren was hij aan het Goetheanum in Dornach in Zwitserland ook de leider van de pedagogische sectie en uit dien hoofde reisde hij de hele wereld over. Zodat we eigenlijk blij mogen zijn dat hij nog in het Nederlands vandaag kan en zal spreken. En u kent hem, hij was vele jaren ook vrije schoolleerkracht. Hij spreekt uit de praktijk, maar spreekt natuurlijk ook over menskunde en over antroposofie in het algemeen. En ja, wij zullen met hem ook het thema verkennen van hoe sta je in deze tijd, hoe kijk je naar de mens, wat is het mensbeeld van mezelf en om me heen en hoe kun je daar verder in komen. We gaan straks naar hem luisteren. Nog even de techniek. U weet het wel inmiddels, velen van u waren er al eerder bij, maar onderaan ziet u links mute staan en als het goed is staat daar een kruisje door. Want eigenlijk is het de bedoeling dat het hele webinar uw microfoon uitstaat. En ik zal dat nog even toelichten. En uw video is aan of uit, daar heeft u zelf zeggenschap over in de regel. En dan ziet u in het midden onderin ziet u chat staan, chat. Chat. En als u daarop klikt ziet u rechts een luikje verschijnen met de mogelijkheid om een tekst in te voeren, in te tikken. En onderaan staat dan everyone en dan kunt u aan iedereen laten zien dat u een vraag heeft of een opmerking heeft. U kunt ook kiezen om iemand speciaal iets te vragen of te zeggen. Maar als u in het algemeen iets vindt of wilt bijdragen of wilt vragen, tikt u dan daar. Ja, ik krijg nu een mail binnen van Marianke, dankjewel. En tikt u daar dan uw vraag in, want na de presentatie van Christoph Wiegert zullen we met behulp van mijn co-host, dat is Michel Gaskemper, kijken naar wat er allemaal is langsgekomen en dan zal Michel u uitnodigen om uw vraag te stellen. En dan kunt u het microfoontje aanzetten en uw vraag kort herhalen. Dat is de manier waarop we het de laatste keren voor de zomer ook wel hebben gedaan. En dat doen we vanavond opnieuw. Ja, dus dat is een belangrijke functie. En als u de sessie wilt verlaten, in principe 9:15, dan ziet u rechtsonder een rood knopje met daar staat leave, verlaten. En als u daarop klikt, dan kunt u de sessie verlaten. Ja, u zag misschien van tevoren al een scherm langskomen met een banknummer, ja, u mag ons ook ondersteunen om het ook mogelijk te maken dat we hiermee doorgaan. Ja, dan komen we bij twee dingen die ik nog met u wil delen. En het ene, dat gaat over ja, de tijd waarin wij leven en de vraag naar het mensbeeld. En daar zullen we straks veel over horen. Maar ik kwam in de NRC, het dagblad, een anekdote tegen. En die vond ik ja, heel mooi om te kenschetsen van ja, hoe het wereldbeeld is waarin wij ook opgroeien. En het wereldbeeld, hoe je dat zelf ontdekt. En ik wil u heel even laten zien deze anekdote van een 8-jarig meisje die een uitspraak doet nadat ze op school een les heeft bijgewoond. En ik zal hem nu met u delen. En haar moeder, die Engels is, die zegt ja, de scholen zijn weer begonnen. Corona of niet, het gaat over diersoorten.
die met uitsterven worden bedreigd. Sarah, een meisje van 8 jaar met een Engelstalige moeder, komt thuis en zegt peinzend: I am in danger. There's only one of me. Ik loop gevaar, er is er maar 1 van mij. En ik vond dat zo bijzonder, omdat zij dus ergens krijgt te horen van ja, wij zijn dieren en dieren zijn met uitsterven bedreigd en van deze soort steeds minder en van die. En dat hoort zij en tegelijkertijd beseft zij, hoe jong ze ook is, dat ze eigenlijk voor zichzelf alleen bestaat en voor zichzelf ook als het ware een diersoort op zichzelf is. Waarvan er maar 1 is. Nou, dat ter introductie om even ook uit het leven gegrepen zo'n situatie te horen. En nu wil ik nog 1 laatste screen met u delen. En dat is een spreuk die ik graag als opening wil doen. We gaan naar de tijd van Michael, de Michaëlsdag op 29 september. En ik wil u vragen iets te doen. Waar wij ook in de vereniging erg mee bezig zijn, is eigenlijk: hoe ga je om met Zoom? Het is natuurlijk een geweldig hulpmiddel, maar tegelijkertijd heeft het zijn beperkingen. En ik wil u iets vragen, u hoeft daar zeker niet gehoor aan te geven, maar even een moment stilte te hebben en even voor uzelf niet te kijken naar de mensen, met alle tientallen mensen waar we nu verenigd zijn, maar als het ware achter het apparaat de wereld in te gaan en u voor te stellen dat al die mensen op de aarde zijn. Christophe, mag ik misschien wel onthullen, die zit in Den Haag. En mijn co-host Michel in Amsterdam. Dus zo zijn wij verenigd, los van de digitale elektrische verbinding die er ook is. En ons even te realiseren dat wij ook verbonden zijn op een andere manier achter het scherm. Dank u wel. Een spreuk. Wij mensen van deze tijd behoeven een luisterend oor voor de ochtendroep van de geest. De ochtendroep van Michael. Geestelijk inzicht wil ontsluiten voor de ziel het horen van die ochtendroep. Ja, en dan wil ik graag Christophe het woord geven en zijn presentatie verzorgen. Ik zal proberen de sheets op tijd te leveren. En Michel, misschien kan jij even helpen om Christophe, jij bent inmiddels hoorbaar. Als jij het woord overneemt, dan zal ik jou in de spotlight zetten. Ga je gang. Ja, heel erg bedankt, Pim. Dat was een goede introductie voor dat wat we gaan proberen te doen nu. Ik wil u graag meenemen in de komende 50 minuten, 3 kwartier, naar 2 plaatsen. Ik wil een beetje kijken naar het tweeledig mensbeeld. En dan daarna wil ik een beetje kijken naar hoe wij in deze tijd, daarmee bedoel ik niet alleen de coronatijd, maar heel in het algemeen, in deze tijd met beeld en woord omgaan. Dat zijn 2 hele belangrijke gebieden die vooral voor het geestelijke inzicht van belang zijn.
Ik zal een paar begrippen gebruiken die voor de meeste van u wel bekend zijn. We zullen heel kort even karma en reïncarnatie raken. We zullen in het kort even kijken naar het voorgeboortelijke en naar het leven na de dood. Vanuit een antroposofisch gezichtspunt begrippen die wij kennen. Maar verder gaan we ons bewegen in dat wat ons nu bezighoudt. En wat ons nu bezighoudt, is dat we aan de ene kant te maken hebben met dat coronavirus. Dat is dus een gezondheidsprobleem. Maar dat gezondheidsprobleem heeft natuurlijk vertakkingen. En een van de vertakkingen waar ik u graag op wil wijzen, dat is het feit dat, ik neem aan, bijna iedereen aan zichzelf kan waarnemen, dat het denken, het voorstellen in deze tijd van de pandemie en in deze tijd van de onzekerheid, nogal de neiging heeft om te gaan galopperen. Oncontroleerbaar te worden. Oncontroleerbaar door het ik. En het is ongelooflijk interessant dat je ziet dat juist nu in deze tijd alle mogelijke theorieën opspelen, spookachtige theorieën, samenzweringstheorieën. Kortom, dat je ziet dat het denken, het voorstellen geen paal en perk meer is gesteld. En dat, geloof ik, dat is ook een symptoom van zo'n pandemie. Ik ben een generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik stel me voor dat dat een beetje zo ook een, is zoals het in de oorlog is. Dat het voorstellen alle kanten op rijdt en galoppeert en er vandoor gaat, ook omdat er grote onzekerheid is. En een van de eerste dingen die ik graag met u even zou willen bekijken is, hoe kunnen we dat denken weer bij de teugels krijgen? Ik moet daarbij altijd denken aan dat prachtige Griekse beeld van de wagenmenner, die dan die drie paarden ment. En u weet, dat Griekse beeld, dat kunt u zich voorstellen, dat is de wagenmenner bij de Grieken is altijd een jonge man. Soms zelfs een kind. Dat is het ik. U weet, het menselijke ik, de entelechie, ons zelf, is eigenlijk het jongste deel van wat wij zijn. Het fysiek lichaam bijvoorbeeld is oneindig veel ouder dan ons ik. Dat ik is nog heel jong en is nog in een leerfase. Het moet nog ongeveer veel leren. En dat zie je in deze Griekse plastiek prachtig. Die wagenmenner die dan die drie paarden moet mennen. Het voorstellen, het gevoelen en het willen. De drie kwaliteiten van de ziel. En dat ik is dus jong. En nou kan je bijvoorbeeld, als je dat voorstellen een beetje in deze coronatijd wilt gaan mennen, dan kun je een belangrijke hulp al krijgen doordat je probeert in de weekspreuken, ik wil niet zeggen te verdiepen, maar die weekspreuken tot je te laten spreken. En dan kunnen we bijvoorbeeld eens even naar de weekspreuk van nu kijken. En daarna kijken we naar de weekspreuk van de volgende week, die de Michaëlstemming is. Want, zoals Pim al zei, we zijn op weg naar de Michaëlstijd. En als we even naar de weekspreuk van nu kijken, dan zien we het volgende. Ik mag mijzelf nu toebehoren en mijn innerlijk licht helder verspreiden in de duisternis van ruimte en tijd. Ruimte en tijd, dat heb ik u verteld, daar komen we straks op terug. Ik mag mijzelf nu toebehoren, ik ben nu mijzelf. Ik heb deze hele zomer doorgemaakt.
En het innerlijk licht wat ik daar verzameld heb, kan nu schijnen in de duisternis van ruimte en tijd. Hoewel het de natuurlijke mens, de natuurlijke, de geschapen mens, de neiging heeft om nu te gaan slapen. Maar we voelen allemaal dat in de zielendiepten nu iets warm wordt, iets gaat ontwaken. En dat ontwaken is dat de vruchten van de zomer, de zonnegloed, nu over de komende winter mag gaan schijnen. En dus we hebben dat innerlijke licht dat nu in de duisternis van de ruimte en tijd mag gaan schijnen. Ik heb dat net even nagekeken. U hebt gehoord, ik woon in Scheveningen. Op 21 juni ging bij ons de zon onder om 10:10. Op dit moment gaat de zon al onder om 7:55. U ziet een enorm snel terugnemen van dat licht. Maar we hebben een innerlijk licht wat nu in deze komende duisternis gaat schijnen. En dat krijgt een hele substantiële hulp als we naar de volgende weekspreuk kijken, die van de Michaëlstemming. Ja, daar ziet u. Natuur, uw moederlijk bestaan. Ik draag het in mijn willend wezen. De natuur, de schepping, wordt hier als, laten we zeggen, de moeder, de draagster, de draagmoeder van het bestaan beschreven. En dat heb ik in mij. Ik heb het zelfs, ik heb dat niet zozeer in mijn voorstellen, niet zozeer in het licht, zoals we dat bij de vorige weekspreuk zagen, maar ik heb dat moederlijke bestaan in mijn wilswezen, in mijn willend wezen. En dat is een warmteproces, dat is de vuurmacht van mijn willen. En de vuurmacht van mijn willen, die vereent zich nu met de geestkracht. En dat is een thema wat we dadelijk een beetje gaan uitdiepen. Dat gaat zich die vuurmacht van mijn willen, die gedragen is door de natuur, die gaat nu mijn geestkracht sterken, stalen, waaruit het zelfgevoel geboren wordt, mijzelf in mij te dragen. Dat is een heel interessante, ook een beetje etymologisch vraagstuk. Je kunt je de vraag voorleggen, wat is het verschil tussen ik en zelf? En ik geloof dat ik mag zeggen dat als we over het ik spreken, dan spreek je over jezelf, zoals dat meisje in die anekdote zegt, van mij is er maar één. En dat heeft zij ontzettend prachtig en precies aangevoeld. Als we over zelf spreken, dan spreken we over het ik in relatie met de wereld. Nu zien we hier, ik draag het in mijn willend wezen, de natuur, het moederlijk bestaan. En de vuurmacht van mijn willen kan nu mijn geestkracht stalen. Waaruit het zelfgevoel geboren wordt. Mijzelf in mij te dragen. Dus dan is als het ware die samenhang met de wereld tot stand gekomen. Dan ben ik deel van de wereld. En dat is een heel, heel diep Michaëls mysterie. Als u de Michaëls brieven van Rudolf Steiner leest, dan komt u deze ongelooflijke zin tegen. Wie zich wil verhouden, die zich op de juiste manier wil verhouden tot Michaël, die beoefent in zijn relatie tot de fysieke wereld de liefde. Dus de liefde tot de fysieke wereld is, laten we zeggen, in de zin van Michaël.
Dat is iets wat we even willen bekijken vanuit het gezichtspunt van corona. Daar wil ik u wijzen op iets wat in de antroposofische menskunde niet zo heel vaak belicht wordt. We kennen allemaal het drieledig mensbeeld, we kennen het vierledig mensbeeld. Wat minder belicht, het zevenledig mensbeeld natuurlijk, wat minder belicht is het tweeledig mensbeeld. Dat is dat mensbeeld dat ons vertelt dat wij eigenlijk een burger van twee werelden zijn. In onze tijd is dat buiten de geloofsgemeenschappen zeer ongebruikelijk om dat te zeggen. Dat wij een burger van twee werelden zijn, dat wil zeggen dat als wij onze menselijkheid goed opvatten, we thuis zijn in een geestelijke realiteit en in een fysieke realiteit. En die weerspiegelt zich ook. Deze polariteit, die weerspiegelt zich ook in ons mens zijn. En ik laat u dadelijk een diagram zien wat dat weerspiegelt. Maar ik zal er eerst even iets over zeggen. U weet dat als bijvoorbeeld een dier geboren wordt, een paard, dan onderscheiden we in dat paard hogere functies en basale functies. De hogere functies, dat zijn de zintuigfuncties. Dat is ook bij het paard tot in zekere zin het voorstellen. Maar in ieder geval de zintuigindrukken. Het paard heeft ook herinneringsvermogen. Dus al dat wat met de zenuwzintuigpol samenhangt. En op het moment dat een paardje geboren wordt, sluiten die hogere functies zich aan bij de basale functies. Die zijn de stofwisseling, de energie dat het dier kan bewegen en de ademhalingsfuncties, de bloedsomloop. En nu is het interessante in de dierwereld dat dat bij elkaar, in elkaar grijpen van de hogere wezen, van de hogere delen in de basale, in het dierenrijk ongelooflijk snel gaat. U weet het allemaal wel. Een paardje kan ongeveer na 25 minuten, 30 minuten, kan die op zijn wankele pootjes staan. Hij zet een paar stapjes naar het moederdier, gaat bij de moeder drinken. De bonding vindt plaats en vanaf dat moment dribbelt het veulentje met de moeder mee. En dan moet je zich voorstellen, dat gebeurt in 30 minuten. Voor datzelfde proces heeft de mens 1,5 jaar nodig. Dat moet je zich even voorstellen. Dus die integratie van de hogere functies in de basale functies gaat in de dierenwereld ongelooflijk snel. Vandaar dat de beroemde Baselse bioloog Alfred Portman gezegd heeft, alle animale ontwikkeling, alle dierlijke ontwikkeling is versnellend, progressief. En, zegt hij, alle menselijke ontwikkeling, alle humane ontwikkeling, is van nature retarderend, terughoudend. En dat ziet u nou in het diagram. In het diagram ziet u de hogere functies net zich rakend, net, laten we zeggen, aanvoelend de basale functies. Ziet u, dat is een beetje een grof tekeningetje, maar op zich is dat eigenlijk heel, heel juist. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de weken voor de geboorte. Dat kan je voor een mens als ook voor dier opvatten. Dat zijn de weken voor de geboorte. En als de geboorte dan plaatsvindt, dan grijpen deze twee systemen in elkaar. En het interessante is dat het bij het dierenrijk heel snel gaat, zoals ik net heb gezegd. Maar het is begrensd. De integratie bij het dier is begrensd. Een paard kan leren op muziek te dansen, het kan leren iemand op zijn rug te hebben, het kan een ploeg trekken, maar daarmee heb je het dan wel. Daarmee is de integratie van
van de hogere functies en de basale functies op zijn maximum gekomen. Bij de mens is die integratie eigenlijk oneindig. Dat is wat de Fransen noemen éducation permanente. Als we even naar het tweede diagrammetje kijken, dan ziet u dat. Ziet u? Hier ziet u hoe de hogere functies integreren in de basale functies, hoe de basale functies naar boven gaan, de hogere functies naar beneden, en er ontstaat een derde gebied, namelijk het gebied van de integratie. Dat derde principe kunnen we noemen de sociale mens. Maar we kunnen het ook de middenmens noemen. We kunnen het ook die mens noemen van waaruit, uit het midden, hij de wereld tegemoet treedt. En als u nou dat diagrammetje zich verder voorstelt, dan kan die doordringing, die kan steeds verder gaan. Steeds verder gaan. En dat is wel grappig, want dit is even een kleine excursie naar de pedagogie. In het midden van de eerste voordracht van de algemene menskunde zegt Rudolf Steiner dat de geestelijke betekenis van opvoeding het harmoniseren is van de geestziel of de zielengeest met de ether fysiek of het fysiek etherische. Ik zeg het nog eens, de taak van de opvoeding, spiritueel gezien, is het harmoniseren van de geestziel of zielengeest met het etherlichaam of lichaamseter. Dus het harmoniseren. Wij noemen dat tegenwoordig het integreren. Dat is een heel interessant gezichtspunt. Hoe die tweeledige mens een drieledige mens wordt. Nou kan je afvragen, hoe ziet die integratie eruit? En die moet een bepaald kenmerk hebben, wil de mens, en dan komen we eigenlijk bij het thema waar we het over moeten hebben. Die integratie, die moet het kenmerk hebben dat die dynamisch is. Dat die, laten we zeggen, kan pulseren. Een beetje in en uitgaan. Hij gaat sowieso uit elkaar als we slapen. En bij het wakker worden slaat het weer in elkaar. Maar ook overdag moet dat, laten we zeggen, dynamisch zijn. En daar vindt u bijvoorbeeld in de karma-voordracht een ongelooflijk interessant beschrijving. Dan beschrijft Rudolf Steiner hoe de belangwekkende Zwitserse dichter Konrad Ferdinand Meyer, dan vraagt Steiner zich af in die voordracht over karma, vraagt hij zich af, waar heeft hij nou zijn genialiteit vandaan, die Konrad Ferdinand Meyer? En dan zegt hij heeft zijn genialiteit daar vandaan dat de bovenste mens, dus die hogere functies, niet helemaal goed passend zijn op de lagere functies. Dat kiert. En door dat kieren komt nou net dat geniale moment tevoorschijn. Dat is een hele opmerkelijke opmerking, want Steiner gaat dan door, u zult het dadelijk als tekst op zien. Steiner gaat dan door en zegt, als je naar de doorsneemens kijkt in het tijdperk van het materialisme, heel interessant, dan zegt hij, bij de doorsneemens is juist die verbinding tussen de bovenste mens en de onderste mens veel te solide. Veel te vast. En dat is natuurlijk ongelooflijk interessant. Hè? Want je zou juist zeggen, de soliditeit van de bovenste op de onderste maakt toch de hele mens uit. Nee, zegt Rudolf Steiner, niet helemaal. Hè? Daar moet dat dynamische principe zijn stem kunnen hebben van loslaten en vasthouden. Erin gaan, een beetje eruit gaan. Nou, nu gaan we een beetje naar de coronatijd kijken. Dan gaan we eens kijken naar hoe het denken begint te galopperen. Als het denken nou begint te galopperen, zitten we dan te vast? Of zitten we dan te los? Is dan de hogere functie te hoog? De basale functie
te ver weg. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ziet u, dat is een hele interessante vraag om je hiermee bezig te houden. Ik waag dit te zeggen dat als wij te vast zitten, als de hogere functies te vast zitten in de basale functies, in de lichaamsfuncties, dat dan ons denken ook iets heel vasts krijgt, iets onbewegelijks. Ik weet niet of u wel eens geprobeerd hebt te debatteren met mensen die een hele, hele vaste overtuiging hebben. Dat is bijna niet mogelijk, hè, dat weet u. Als een overtuiging werkelijk helemaal verhard is, dan krijg je van die complotdenkers. Die hebben dan niet meer de dynamiek, de lossigheid van de hogere van de zintuigen, die hebben niet meer de lossigheid van het zenuwzintuigstelsel. Dat zit te fysiek. En dan wordt ons denken eigenlijk een spiegel van onze lichamelijkheid. En dan kan je hele nare dingen gaan denken. Die je dan ook niet meer kwijtraakt. Bij het tegenovergestelde heb je ook iets, als het de hogere functies te ver wegdrijven van de lichamelijkheid, dan krijg je iets uiterst vluchtigs, wat aan de andere kant dan weer geen verbinding heeft met de realiteit om ons heen. En dat is iets waar we ons zouden moeten kunnen helpen. Waar we ons zouden moeten kunnen helpen om die losvaste verbinding, die dynamische verbinding van ons hogere met onze lichamelijkheid een beetje te ondersteunen. Dat we daar iets vinden wat ons een beetje helpt. En ook daar vindt u in de karma-voordrachten hele belangwekkende gezichtspunten. Bijvoorbeeld het gezichtspunt van het gezichtspunt van de dankbaarheid. Het gezichtspunt van de dankbaarheid tegenover het leven. Dat klinkt natuurlijk ontzettend vanzelfsprekend. Maar dat gezichtspunt is een heel, heel vergaand en diepgravend gezichtspunt. Ja, want het leven heeft niet alleen maar elementen waar je verschrikkelijk blij en dankbaar voor bent. Maar ook andere elementen waar je dat niet bent. En juist voor die andere elementen te beleven dat het bij jouw leven hoort. Dat het bij jouw biografie hoort. Dat het bij jouw zijn hoort. En dat je daar dankbaarheid aan kunt ontwikkelen dat het zo is. Dat is een hele belangrijke oefening om, laten we zeggen, die dynamiek tussen boven en beneden gaande te houden, zou ik maar zeggen. Ja. Steiner geeft dat eens een keer als oefening, hè? Dat hij zegt dat je ook kunt oefenen om dat wat negatief is in je leven, of wat negatief gewerkt heeft in je leven, van een gezichtspunt uit te bekijken, dat het plotseling verschijnt in een licht waarvan je zegt, ja, maar het was toch het juiste. Eigenlijk is dat al een karma-oefening om dat te denken. Dus deze dankbaarheid tegenover het leven is zo een element. Een ander element is, wat gaan we nu krijgen? Ja, nou dat was dat van Konrad Ferdinand Meyer. Ja. Ziet u, dat vindt u in Karma onderzoek 2 in de voordracht van 12 april.
Ja, dan vind je dat hele... Bij de doorsnee mens uit het materialistisch tijdperk heb je in de regel met een hechtere verbinding tussen het geestelijke, psychische en het fysiek-etherische te maken. Nou, zie je, daar heb je dat gezichtspunt. Nou, dat is dus wat de dankbaarheid betreft. We kunnen een ander element oppakken. Dat is het element waarvan je zegt, wat er ook gebeurt, ik ben in een samenhang der dingen. Ik ben in een samenhang der dingen. Ik geef een voorbeeld. Dit voorbeeld is trouwens van Rudolf Steiner. Dat vindt u in Hoeveel krijgt men inzicht in hogere gebieden. Dan zegt Steiner, dat is een pedagogisch voorbeeld, maar het is wel sprekend, want iedereen kan het op zichzelf van toepassing laten zijn. Dan zegt hij, stelt u zich voor, u bent leraar en een klas doet niet dat wat u wil. Of ze luisteren niet, of ze zijn vervelend, of ze spelen met hun iPhones, weet ik wat. Hè? Alles is mogelijk. Je komt niet aan, het lukt niet. En nu weet u, dat weet u niet, maar ik weet dat, dat een leraarreflex dan is, oh wat een vervelende kinderen. Op het moment dat u dat denkt, isoleert u zichzelf uit de samenhang met die kinderen. Het is, ik doe het goed, die kinderen doen het fout. Het is een geste van de verbreking van de verbinding. Dan zegt Steiner, stelt u zich voor, u zou nu dat niet denken, het allemaal dat voorstellen. U zou dat nou niet denken, maar u zou denken, wat had ik kunnen doen dat dat niet wat gebeurd was? En dan ziet u, de geste is die van de verbinding. Je valt er niet uit. Steiner geeft in die context nog een voorbeeld, wat een ontzettend prachtig voorbeeld is. Hè? Dat kan je dagelijks oefenen als je tenminste de krant leest. Waar het altijd weer over criminelen gaat, die ik weet niet wat allemaal verzonnen hebben en doen. En dan is een hele natuurlijke reflex om te denken, wat een verschrikkelijke mensen. Dat ze maar gauw gepakt worden of zoiets. Een andere gedachte zou kunnen zijn, hoe komt het dat zij zo geworden zijn? Hoe komt het dat ik zo niet ben? Wat hebben zij in hun leven gemist, wat mij wel is toegekomen? Ziet u, en bij zulke gedachten blijf je in samenhang met de wereld waarin je leeft. Je blijft in de samenhang der dingen. En ik kan u verzekeren, dit zijn dingen die je dagelijks kan tegenkomen. Ze werken ongelooflijk sterk. Ze werken zo dat je gewoon voelt hoe de zielenmens, de ikmens, of hoe je het wil noemen, de psychische mens, laten we zeggen, in een ademende verbinding met het leven blijft. En niet in een afscheidende verbinding. Dus dat is dus dat die dankbaarheid, dat is dit in de samenhang der dingen. En dan is er een derde oefening die ongelooflijk behulpzaam is, juist nu ook in deze coronatijd. Dat is deze oefening waarvan Rudolf Steiner zegt, je kunt het volgende doen, dat je probeert te beleven, dat het wezen van de mens niet zichtbaar is aan de buitenkant, maar dat het wezenlijke van de mens gewoon van binnen zit. Ik heb een ontzettend leuke anekdote wat dit betreft. Dat is eigenlijk geen anekdote, het is een feit. Maar bij het Amsterdams Concertgebouw en bij de Wiener Philharmoniker, hoe het bij de Berlijners is, weet ik niet. Maar als je daar wil voorspelen,
dat je voor een positie daaruit probeert daar in te komen, dan krijg je alleen een nummer en speel je achter een gordijn. De mensen, de jury die dat moet beoordelen hoe jij speelt, die wil jou niet zien. Ze weten niet eens of je een man of een vrouw bent. Ziet u, daar hebt u een restant van dat idee. Het gaat om wat in de mens is en niet hoe die er van buiten uitziet. En u weet, dat is in deze tijd, of het woord Zwarte Piet niet eens te gebruiken. U weet, dat is in deze tijd van ongelooflijke kracht als je probeert in de ontmoetingen en in de, laten we zeggen, de personen van het publieke leven probeert de gevoeligheid te ontwikkelen van wat zijn ze eigenlijk. Niet zozeer wat ze zeggen. Het is ongelooflijk interessant om bijvoorbeeld bij politici niet altijd naar die woorden brei te luisteren, maar te zeggen, probeer een gevoel ervoor te krijgen, wat wil die eigenlijk zeggen? Wie is het eigenlijk? Een prachtige oefening, kan ik u zeggen. En dan een verdere oefening die ons zeer helpt om met deze grappige tijden verder te komen, is deze oefening dat je beseft dat, en dat is vooral in deze tijd is dat heel bijzonder, dat je beseft dat, laten we zeggen, dat je beseft dat het wezen der dingen, zich wil openbaren. En wel op die manier dat je begint te beseffen, en juist deze dagen helpen daar geweldig bij, dat je begint te beseffen dat gedachten ook realiteiten zijn. En we hebben nou weer ook in het openbare leven heel veel discussie over wat iemand nou mag zeggen en wat iemand niet mag zeggen. Maar we hebben een tijdje geleden, toen er een heel groot moreel drama in Noorwegen speelde, hebben we toch ook zelfs in het Nederlands parlement tegen elkaar kunnen zeggen, woorden doen er wel toe. Woorden en gedachten zijn realiteiten op het niet-fysieke vlak. Stel je voor dat je dat probeert te oefenen, dat wat je zegt ook een realiteit is. Ik denk als je dat probeert te beseffen, dat je dan een nieuwe zorgvuldigheid kunt ontwikkelen voor de dingen die je uitspreekt. Dat zijn allemaal kwaliteiten die er op dit moment erg toe doen. En je kunt je daar zeer mee helpen om met deze hele eenvoudige oefeningen die aan het leven plaatsvinden, verder te komen. Als u dit wilt nalezen, dan vindt u dat in de, zoals ik zei, in de, of ik krijg mijn bewustzijn op hogere gebieden. In de inleiding tot het hoofdstuk over de initiatie. Dat is het ene wat ik u wilde zeggen. Dan wil ik nog eventjes een paar gedachten besteden aan wat we ook in de weekspreuk gezien hebben. Ruimte en tijd. Dat is zo een ongelooflijk interessant gezichtspunt. En zo een bijzonder onderwerp in deze tijd. Steiner wijst er eens een keer op dat de mythologieën die tot ons gekomen zijn, allemaal zonder uitzondering tijdstromen beschreven. Ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de mythologie van de schepping van de wereld. Dat zijn geweldige stappen in de tijd die daar gezet worden. Wat er in die tijd, laten we zeggen,
ontstaan is. Ja. Nu zien we een hele merkwaardige verschuiving dat de verhalen, de mythologie, de moderne mythen, geen tijden meer zijn, maar verbeeldingen. Afbeeldingen, plaatjes. We zijn erg verruimtelijkt. En dat is iets heel bijzonders voor onze tijd, ook als je nou naar deze situatie kijkt met Zoom. Hè, dat is zo interessant. We kunnen het zien en we kunnen het gelukkig horen. Dat is heel erg goed. Dat is een prima combinatie. U weet dat er onderzoek is gedaan naar het onderwijs al in de 90er jaren. En dat ze gezien hebben dat 90% van het onderwijs dat gegeven werd, wordt visueel is. En dat nog maar een paar procent overblijven voor het gesproken woord. En dat is iets wat Rudolf Steiner ongelooflijk corrigeert in zijn opvoedkunst. Dat die woord en beeld, de sprekende leraar en het beeldende weer in evenwicht brengt. En waarom is dat? Dat is, als ik dat even zo mag schetsen, dit gaat vrij ver hoor, dat zouden we bij een andere gelegenheid nog moeten uitdiepen. Dat is omdat de wezens van de goddelijke wereld, dus te beginnen met de engelen, de aardse engelen en de archaï, die kennen de ruimtelijke voorstelling niet. Die kennen alleen ontwikkelingen in tijd. En hoe meer wij een plaatjesbewustzijn hebben, hoe meer wij afhankelijk zijn van de ogen, hoe minder wij, laten we zeggen, in verbinding zijn met hun. Steiner noemt dat een soort vervreemding. Een soort vervreemding die nodig was en die nodig is, omdat de mens vrij wordt en onafhankelijk van de geestelijke wereld. Maar dat is een doorgangsfase. De fase waar we nu in zitten is de fase van de herverbinding. Waar wij nu van ons uit het initiatief moeten nemen om, laten we zeggen, de beeldrijkdom van de aarde te vergeestelijken in tijdsbeelden. En daar is een ongelooflijk krachtig, maar ook heel erg dramatisch uitspraak van Rudolf Steiner in de leidsetzen. En ik zou het fijn vinden als we dat even zo kunnen zien. Dan spreekt Rudolf Steiner over een imaginatie van Michael en een imaginatie van Ahriman. En dat ziet er als volgt uit. Dat is best aangrijpend. Een van de imaginaties van Michael is ook deze. Hij gaat door de tijdenloop en het licht van de kosmos wezenlijk als zijn wezen dragend. De warmte uit de kosmos vormend tot deel van zijn eigen wezen. Hij gaat als wezen zoals een wereld, zichzelf slechts bevestigend, daardoor dat hij de wereld bevestigt. Dus hij gaat door de tijdenloop. En dan komt een imaginatie van Ahriman direct daarna. Daartegenover één, dat is een imaginatie van Ahriman. Hij wil uit de tijd de ruimte veroveren. Hij heeft duisternis om zich heen, waarin hij de stralen van zijn eigen licht stuurt. Ja,
Ziet u? Hij wil uit de tijd de ruimte veroveren. Ahriman is natuurlijk een zeer hoog geestelijk wezen, maar die wil uit de tijdstroom, wil hij de ruimte in. Hij wil de ruimte veroveren. En als u nou om u heen kijkt, in dat wat wij, laten we zeggen, technisch kunnen, dan ziet u, alles wordt beeld. Alles wordt plaatje. Ik zeg even iets heel kras, wat natuurlijk riskant is om te zeggen, maar u begrijpt dan wat ik bedoel. Vroeger moesten artsen, ik weet niet wat allemaal doen, of een ziekte bepalen. Tegenwoordig zien ze dat op een scan. Op een plaatje. Een CT-scan kan je krijgen. Dus zelfs een driedimensionaal plaatje. Dat zijn geweldige dingen, maar je ziet hoe alles beeld wordt. Alles wordt afbeelding. En dat vervreemdt ons van de geestelijke wereld. Wij worden, wij zijn dan voor de hiërarchieën, om het even heel plastisch te zeggen, niet meer verstaanbaar, niet meer begrijpelijk. En het is onze taak om deze beelden, deze plaatjes, deze verbeeldingen weer in de tijdstroom terug te brengen. Nou, hoe breng je nou een beeld terug in de tijdstroom? Dat is ongelooflijk magisch. Hè? Een beeld terugbrengen in de tijdstroom. Het teruggeven aan het dynamische. Het teruggeven aan het boven en onder. Dat doe je door een verhaal. En ik ben er diep van overtuigd dat Steiner's wens dat de antroposofie van mond tot oor gaat, nou precies hier in zijn oorsprong heeft. Ja, dat we leren om het beeld zo te bewerken dat het teruggegeven wordt aan de tijd. Dat is ook het ongelooflijke van de eurythmie. Ja, dat het beeld en tijd tegelijk is. En alleen dynamisch. Dan ziet u weer, dan wordt het beeld, dynamiseert zich. En het wordt dan weer gegeven aan de tijdstroom. Ziet u, dat zijn dingen die in het licht van de Michaëlstijd allemaal beoefend kunnen worden. En u kunt bijvoorbeeld een boek lezen. En als u een boek leest, dan het is een roman bijvoorbeeld. Of misschien een heel, heel goed verhaal. Maar doordat u het leest, maakt u voorstellingen. En die voorstellingen die zijn in u in de tijd. Anders hebt u ze niet. Een voorstelling is altijd iets wat in de tijdstroom in ons voorstellen meegaat. Ziet u, en met deze gedachten kunnen wij niet alleen onszelf helpen, maar met dit soort gedachten kunnen we ook onze medemens helpen om, laten we zeggen, in een dynamisch midden te blijven in deze wat lastige tijd tussen boven en onder. En daardoor, dat is eigenlijk het allermooiste gezichtspunt, daardoor zichzelf te blijven. En dat is zo'n toverwoord, zichzelf. Je blijft jezelf doordat je uit dat midden de bovenste mens en de onderste mens in een dynamisch evenwicht houdt. Dat vindt u ook terug in de Michaëlsbrieven, als dan beschreven wordt dat Michaël ons helpt dat de harten van de mensen beginnen te denken. Ja, dat is eigenlijk wat ik wilde proberen te zeggen. Ik geef het terug aan Pim. Ja, ik neem het even over. Dank je wel, Christophe, voor deze inleiding waarin je ruimte en tijd en de mens in een samenhang der dingen plaatst. En nu is het zo dat we nu gewoon ruimte en tijd hebben. Nou, dat is mooi. Om, tot 8:50, zeg maar, om met elkaar nog wat verder van gedachten te wisselen.
CQ vragen te stellen, CQ ja, ook de tijd en de ruimte met elkaar te overwegen. En nu zijn er nog niet zoveel heel concrete vragen in de chat gesteld. En dat geeft niet, maar de ervaring is wel dat er eigenlijk best onder de aanwezigen vragen zijn en opmerkingen. Dus ik wil gewoon toch even de tijd nemen en u uitnodigen om dat wat er door u heen gaat, als u teruggaat naar het beeld ook van het paard. Het paardje wat na 30 minuten opstaat en het paard in de ziel wat je al dan niet gaat mennen. Als je dat paardje een beetje in beweging brengt van ja, op welke paden kom je dan terecht? En we hebben wel één vraag al over de smartphone. Maar voordat we dat stilzetten, ja, wil ik u vragen. En ik ben gewoon even stil en rustig om te kijken of u rondom de tijd waarin we leven ook, de jeugd die opgroeit in deze tijd, dat zoeken van het midden om van daaruit in die dynamiek te blijven. Dat raakt zoveel van ons leven dat we deze kans kunnen grijpen om dat gewoon, zeker ook met Christophe, te wisselen. Ja, goed. Daar komt al de eerste vraag binnen. Ik wacht gewoon nog heel even. U wordt niet per se uitgenodigd als u daar bang voor bent. Hoe meer u met z'n allen tikt, dan kiezen we gewoon de vragen die met elkaar samenhangen. Ja, nou laten we toch gewoon maar beginnen en wees u niet bevreesd en stelt u gewoon een vraag of verwijst u naar eigen inzichten. Michel, misschien wil jij het nu van mij overnemen. Oké, Pim. Dan ga ik naar A. de Vries. Ik denk dat dat Annelies de Vries is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Die heeft een vraag hier zo. En misschien wil zij hem stellen aan Christophe. Oh, sorry. Ja, dat wil ik wel. Ik ben Annette de Vries. En ik probeer die verbinding met corona ook in de tijd, denk ik. is vooral mijn vraag van hoe kan ik daar nu naar kijken? Wanneer is het een verstart beeld? En wanneer worden het woorden in de tijd? Wat kan ik daaraan doen? Of aan bijdragen? Zeg maar, hoe brengen we dat in beweging? Ik probeer me daar een soort voorstelling van te maken. Ja. Mag ik daar wat op zeggen? Graag. Ja, zeker. Weet u, we hebben dat nu eventjes zo gedaan. En dat is natuurlijk super eenzijdig wat ik heb gedaan. Daar wijst uw vraag heel terecht op. Want als we dit nou uitvoerig hadden gedaan, dan had ik bijvoorbeeld gezegd dat voordat je naar zo'n woord of naar zo'n beeld of naar zo'n begrip kijkt, dan moet je eerst kijken. Hoe zuiver zijn ze? Hoe schoon zijn ze? Mm-hmm. Nou, dan hebt u al bij het woord corona echt een probleem. Mm-hmm. Corona betekent stralenkrans. Mm-hmm. En het is niet zo eenvoudig om het... Want eigenlijk een prachtig woord, hè, corona. Ja. Yeah. Om het woord stralenkrans te verbinden met een virus dat tot ons komt door de daden die wij verricht hebben ten aanzien van de dierenwereld. Dat is alvast een probleem.
Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n probleem, ik zie nog zo'n probleem, maar misschien zien andere mensen dat anders. Hè? We moeten op 1,5 meter afstand van elkaar blijven, dat noemen we social distancing. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook een onbegrip, een wanbegrip. Wat we nodig hebben is physical distancing en juist social engagement. We moeten juist niet sociaal van afstand nemen. We moeten lichamelijk een beetje afstand nemen, of fysiek moeten we afstand nemen. Maar we moeten juist sociaal meer en meer integreren. Hè? Om, laten we zeggen, gezond te blijven. En zo ziet u, er is heel veel woord, er is heel veel beeldvervuiling. En je moet eerst, ja, tot een zekere, ja, je moet een beetje, wat men zegt, een beetje schoonmaken, dat gebied. Dat zou ik in dit geval willen zeggen. Ja. Ja. Oké, dank. Ik weet niet of u dat helpt, maar misschien dat iemand anders daar nog iets op wil reageren. Okay. Ja, dank je. Ja. Michel, je bent niet hoorbaar. Nu ben ik wel hoorbaar waarschijnlijk. Ja. Ja. Wolter Bos die heeft een vraag aan jou, Christophe. Ja. En misschien wil hij hem zelf wel even uitspreken naar jou toe. Prima. Wolter, kun je even... Ja, ik geloof dat ik nu iets kan zeggen. Hè? Ja, hij had achter elkaar 5 van die oefeningen, als ik het goed heb, 5. Ja. Allemaal geschikt om die bovenmens en die ondermens met elkaar te verbinden. Ja. En mijn vraag is, kunnen we die niet nog even in steekwoorden horen, zodat je het ook even kan opschrijven? Ja, dat kan. Dat kan. Dat is wel erg grappig dat je dat zegt, Wolter. Want ik heb... je bent natuurlijk ook altijd de regisseur van wat je zegt. Hè? Het zijn eigenlijk 6 trefwoorden. Mm-hmm. Of eigenlijk om precies te zijn 7. Jezus. Ik heb er maar 5 genoemd. Maar ik zal ze alle 7 even noemen. Maar echt alleen als trefwoord, hè? Ja. Het eerste is dat is nou beladen, daarom heb ik het weggelaten. Het eerste is het zorg dragen voor je eigen gezondheid. Op een manier die in overeenstemming is met je biografie. Dat is het eerste. Dus werk aan je gezondheid. Steiner bedoelt hier de lichamelijke gezondheid. In samenhang, dat is wel interessant hoor. In samenhang met verantwoording en ontspanning. Daar komen dan die machtige zinnen dat Rudolf Steiner zegt. De ontspanning, het genot moet altijd in dienst zijn van de ontwikkeling. Ah, super. Dat is het eerste. Het tweede is dat punt van de samenhang der dingen. Oh ja. Het derde is besef dat gedachten en woorden en gevoelens realiteiten zijn. Het vierde is het ware wezen van de mens zit van binnen en niet van buiten. Het vijfde is de vasthoudendheid ten aanzien van besluiten die je genomen hebt. Dus blijf in lijn met je besluiten. Het zesde is de dankbaarheid tegenover het leven. En de laatste typische Steiner is probeer het leven zo in te richten dat deze gezichtspunten, deze oefeningen, deze houdingen, zo te zeggen, dagelijks aan bod kunnen komen. Probeer je leven in te richten in de zin van deze 6 gezichtspunten.
Christophe. Leuk, hè? Marianke. Dankjewel. Marianke vraagt, wat was de derde? Kun je die nog één keer noemen? Het eerste is de gezondheid. Het tweede is de samenhang der dingen. De derde is gedachten en gevoelens zijn realiteiten. Niet fysieke realiteiten. Niet zichtbare realiteiten. Dank je. Ik zie dat Pim ze ook in de chat heeft gezet. Dus daar zijn ze nog na te lezen. Ah, dat is mooi. Ja. Ja. Het is altijd verbijsterend, hè? Als je dat eens op een rijtje zet, hoeveel handreikingen Steiner geeft gewoon voor het praktische leven. Dat is ongelooflijk. Er komt nog één vraag binnen van Dick van Zanten. Ja. Ik denk dat dat de laatste vraag zo'n beetje moet zijn. Maar dat is wel een hele prangende, denk ik. Dus Dick, wil jij je microfoon aandoen en hem zelf stellen aan Christophe? Jazeker, ja. Christophe, ik ben heel benieuwd wat jouw gedachten zijn over de uitspraak van Steiner over de inenting. Hij zegt ergens in de karma-voordrachten dat inenting eigenlijk geen kwaad kan als je daarna maar ben je op de juiste manier ontwikkeld of een soort tegenhang gaat krijgen. Ja, die inenting zit eraan te komen. En ja. Hopelijk, of misschien vrijwillig, maar het zal ook kunnen zijn dat een aantal door werkgevers gedwongen misschien zullen worden om te kiezen voor die inenting. Maar heb jij enige ideeën wat dan aan die waar dat eigenlijk voor staat, dat coronavirus, en wat we dan met z'n allen te ontwikkelen hebben? Is dat een bepaalde richting? Ja, dat is een super vraag. Ik maak even een klein omweggetje. Nou laat mijn geheugen me even in de steek. Maar er is in Nederland is een pastor die ongelooflijk verdienstvol heeft. Dat is geloof ik een germanisme. Die ongelooflijk prachtig werk heeft gedaan bij de begeleiding van terminale kinderen. Ik ben zijn naam even kwijt. En hij heeft kort geleden een biografie over Rudolf Steiner geschreven. Oh, dan is het Hans Stolp. Ja, precies. Stolp. Precies, dankjewel Michel. Ja. Die heeft een biografie van Steiner geschreven. Weet je wat erin staat? Daar staat in dat hij niet heeft kunnen vinden dat Steiner ooit inentingen afwijst. En dat klopt. Dat klopt. Dat zijn wij gaan doen. Steiner wijst erop dat dat doet hij in die hamburger cyclus. Michel, jij weet het uit je hoofd. De openbaring van het karma. Ja. Hoe heet die in Nederlands? In het Nederlands staat dat in Werkingen van het Karma. Ja, dat is geloof ik 1911 in Hamburg. 1910. 1910, dankjewel. Oh, Michel, wat goed dat je erbij bent. Super. Daar zijn een aantal hoofdstukken gewijd aan kinderziektes. En dat beschrijft Steiner, die beschrijft dan dat die kinderziektes oneffenheden uit het vorige leven, laten we zeggen, wegwerken, gladstrijken. Ik kan daar nou niet in de details gaan, maar dat kan je daar nalezen. En dan zegt hij iets super markants. Dan zegt hij, ja kijk, de kinderziektes zullen uitsterven door de inentingen. Maar wat het kind moet ontwikkelen aan die oneffenheden uit het vorige leven, dat moet dan door de pedagogie gedaan worden. Nou, dat is toch een fantastisch gezichtspunt. En daar heb ik me altijd aan gehouden. De pedagogie is als we de pedagogie goed begrijpen, heeft die ongelooflijke helende, ik wil niet zeggen geneeskracht, maar helende vaardigheden. En die zitten ook hierin. Steiner werkt dat heel mooi uit aan het voorbeeld van de mazelen. Waar die zegt, de mazelen zijn een correctief op intellectuele ongehoorzaamheid uit het vorige leven. Ik vat het even heel kort samen. En dat kan ook door de pedagogie verholpen worden. Leuk, hè? Ja.
Is dit een antwoord op je vraag? Ja, wel en nog niet. Want dat coronavirus doet natuurlijk ook iets heel speciaals met het lichaam. Vooral op het longgebied, maar ook op de organen. En is daar ook iets uit af te leiden van wat er dan gemist wordt? Of hoe zeg maar misschien wel de maatschappelijke pedagogiek moet werken, genezend op, als we ons laten inenten tegen het coronavirus? Ja, dit is nou een super interessante vraag. Hè? Ja. En ik kan je vertellen dat Michel, die heeft een tekst van Albrecht Schaat. Die gaat hij misschien nog op het internet zetten. En uit die tekst, als je die goed bestudeert, dan kom je tot de conclusie dat er in de samenhang tussen mens en dier iets heel erg fout is gegaan. En dat fouten zich nu uitwerkt in dit soort pandemieën. En dat is zeer de moeite waard. Michel heeft erop gewezen dat in dat boekje wat ik hier heb, hier, Perspectieven und Initiativen zur Corona-Zeit. Dat is uitgegeven door het Goetheanum. Iets naar achteren, Christophe, anders kunnen we het niet lezen. Oké. Okay. Ja, dat is beter. Nog iets. Ja. Dat is een super interessant boekje, waar die twee nieuwe bazen van de medische sectie, Gierke en Soltner, voortreffelijke analyse geven en gezichtspunten geven over wat nou zo'n coronapandemie eigenlijk is. En daar komt bij Soltner ook dat gezichtspunt over dat er een samenhang is van dat wat wij met de dieren hebben gedaan. Namelijk als wij te lang in een zeer stressvolle relatie met diergroepen leven, dat dan dit soort dingen komen. Dus daar zou ik geen direct antwoord op weten of dat nou, ik denk dat moet meer verholpen worden doordat wij ons meer bewust zijn hoe wij met de schepping in het algemeen en met het dierenrijk in het bijzonder omgaan. Ja. Denk ik. Christophe, we zijn door onze tijd heen. Ja. Ja, dat ging vlug. Ja, ja. En dan is het mijn taak, Christophe, om jou te bedanken. Ik denk dat we materiaal hebben om in de samenhang der dingen nog beter te gaan staan. En ook te kijken van, in mijn eigen denken en voelen, stap ik uit de samenhang of bevorder ik de samenhang? En daar die oefeningen van de voorwaarden voor de scholing ook bij te betrekken. Ja, dat leidt tot een hele platte uitspraak van mij. Plaatjes vullen geen gaatjes, maar praatjes misschien wel. En dank je voor jouw verhaal, wat in die zin ons weer in de tijdstroom heeft gebracht. En ik wou jou een symbolische bloem overhandigen, die de voorbode mag zijn van een echte bloem. Dit is een bloeiende Mozartroos uit de... Wat mooi, dus wat mooi. Bij deze een Mozartje voor jou. En nodig ik jullie allemaal graag uit. En ik laat het nog even zien. Voor de komende webinars. Die komen er nu aan. Dus 22 oktober hebben we met Johannes Kronenberg. Dat is een jonge man. Hij werkt nu voor het Goetheanum in Zwitserland, bij de jeugdsectie, houdt al vele voordrachten. Is ook in staat, zeg maar, om bij de Verenigde Naties enzovoort zulke projecten neer te zetten, dat daar ook uit de Europese Unie en de Verenigde Naties geld stroomt naar de projecten die ze vanuit de jeugdsectie doen. En echt het klimaatvraagstuk en het jong zijn en hoe sta je nu als jongere in de wereld in deze situatie waarin het klimaat en nog meer echt aan de orde is en kritisch is geworden.
En daarna weer een oudere bekende Bastiaan Baan, die net een boek laat verschijnen deze herfst over antroposofische meditatie. En in de adventstijd die er dan aankomt, wil hij ook helpen en kijken naar het thema rust. En dan tenslotte, als we naar Kerstmis toe gaan, de schrijfster en filosoof Desanne van Brederode, ook bekend uit de Trouw, die gaat het over de kiemen hebben in aarde en mens. Dat is wat ons de komende maanden te wachten staat. En ik ga nu even door naar toch de oproep om ons nog te steunen, dit mogelijk te maken, dat we dit blijven doen en de vereniging ook in activiteit te brengen. Ja, en ik laat nog even de zaken zien en dan kunnen wij nu afsluiten en hoop ik u graag 22 oktober 8:00 opnieuw te zien. En u kunt ons verlaten, nogmaals rechts onder in het beeld staat lief. En graag tot een andere keer.